Minister Sigrid Burleson van Handel en Industrie, HI, heeft vandaag de commissie voor de opzet van een electronic single window ESW geïnstalleerd. De installatie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie. De electronic single window moet ervoor zorgen dat de afhandeling van documenten voor de in- en uitvoer sneller plaatsvindt. Doordat verschillende actoren in een netwerk verbonden zijn, zal de elektronische dienstverlening beter en sneller verlopen, waardoor ondernemers vol vertrouwen hun import en export kunnen regelen. De commissie moet erop toezien dat er een feasibility study wordt uitgevoerd door de aangetrokken consultantbureau Crimson Logic, geeft de minister aan. Veel landen in de wereld hebben hun cross-border trade, hun in- en uitvoer, hebben ze gemoderniseerd. En wij willen dat ook doen. We hebben eerder een Trade Facilitation Committee ingesteld, die gaat kijken naar wetgeving en internationale verplichtingen van Suriname. En deze Project Steering Committee, die gaat samen met de Caribbean Development Bank kijken hoe wij eigenlijk die single electronic window nou daadwerkelijk kunnen gaan opzetten. De minister zegt verder dat Reina Raveles, waarnemend directeur van het ministerie van Handel en Industrie, als voorzitter de Project Steering Committee zal leiden. De andere leden zijn vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Volksgezondheid. De ESW moet ervoor zorgen dat er een betere prijs voor goederen zal worden geboden, daar de handelaren sneller over hun goederen zullen beschikken en daardoor geen onnodige kosten hoeven te maken, zegt de minister. Aan de kant van de export zijn er ook verschillende instanties waarbij ondernemers nu het loopwerk hebben. De instanties niet altijd volgens een draaiboek op elkaar zijn afgestemd. En dit zal dus ook de communicatie tussen de verschillende betrokken stakeholders aan de kant van de overheid alvast streamlinen, op elkaar afstemmen. Maar het zal ook een snellere afhandeling geven voor de ondernemers, waardoor we hopen dat tijd en kosten naar beneden gaan, dat wij daardoor op de markt intern een betere prijs krijgen voor onze producten, dat wij qua exportprijs meer competitive zijn ten opzichte van onze concurrenten. En uiteindelijk hopen we dat er een zodanige goede mechanisme wordt ingesteld dat ondernemers vol vertrouwen hun import en export kunnen regelen. En uiteindelijk dat er meer business is, meer economische activiteit kan plaatsvinden. Aldus minister Sigrid Burleson van Handel en Industrie, HI. Zij heeft vandaag de commissie voor de opzet van een electronic single window, ESW, geïnstalleerd.